Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 13 juni. In een groot deel van het land zien we stapelwolken. Alleen in de westelijke helft van het land daar schijnt de zon volop. Want die stapelwolken die vormen zich naarmate de lucht meer landinwaarts komt. En op de satellietfoto is dat ook goed te zien. We kunnen eigenlijk een beetje zo'n lijn trekken. En ten westen van die lijn, daar schijnt de zon volop. En ten oosten, ja daar worden die stapelwolken steeds dikker. Smeren ook wat uit. Waardoor het weerbeeld toch over het algemeen vrij bewolkt is. Het is wel overal droog. Buitjes worden er niet gemeld. En de temperatuur die Gaat dan vanmiddag oplopen naar zo'n 18 graden op de wadden tot 19 graden, 21 graden in het zuiden van het land. Heel misschien dat het in Limburg nog 22 graden gaat worden, maar dat zal moeilijk worden. De wind die waait uit westelijke richtingen en is overwegend matig en gaat geleidelijk aan wat meer draaien naar het noordwesten. Vanavond, dan verdwijnt de beweeste bewolking en dan uh, wordt het vrij helder. Temperatuur ligt rond zonsondergang, zo rond de 18 graden in het midden- en zuiden van het land. In het noorden is het wat frisser, met een graad of 16. En vannacht daalt het kwik dan verder naar zo'n 8 graden in het oosten, tot 11 graden langs de kust. Ook dan is het vrij helder en de wind die draait dan door naar het oosten. En die wind die zien we ook morgen overdag uit het oosten waaien. Er staat een zwakke wind, windkracht 2 waarschijnlijk. Er zijn flinke zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar dat zijn er beduidend minder dan vandaag. Ook aan zee is het prima toeven met die temperatuur van zo'n 22 tot 24 graden. Het is wel zo dat in de loop van de middag een zeewind kan opsteken, maar ook dat zal een zwakke zeewind zijn. En verder blijft het ook gewoon zonnig, dus het ziet er prima uit, zo langs de kust van Nederland. Donderdag wordt het nog warmer, 24 tot 25 graden in het noorden, tot 28, misschien wel op een enkele plek 29 of 30 graden in het zuidoosten van het land. De wind die draait van zuidoost naar west en in de loop van de middag kan er lokaal een stevige onweersbui gaan vallen. Op vrijdag is het helemaal gedaan met de warmte, maximum temperaturen dan zo rond de 18 of 19 graden. Er vallen diverse regenbuien en er staat ook een stevige wind uit het westen-noordwesten. In het weekeinde gaat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog en verdwijnen de buien. Zondag kan het lokaal alweer zomers warm worden. En als we dan ook nog even na het weekeinde kijken, dan zien we dat de temperaturen nog verder gaan stijgen. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Want in de pluimverwachting is het heel duidelijk dat er ook koudere oplossingen zijn. Dus of het echt zo warm gaat worden, ruim boven die 25 graden, dat moeten we nog even afwachten. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.